Nou, Branko, gefeliciteerd. Prachtige overwinning. Dankjewel. Het was zwaar bevochten. Ja. Want hadden jullie dit vooraf verwacht tegen de koploper? Nee, zeker niet. We misten ook denk wel drie belangrijke spelers. Dus echt, we hadden maar één taak en dat was verdedigen en alles wegrossen en hopen dat je een keer mazzel hebt. En ja, dat pakte vandaag wel goed uit. Nou, ben jij een van die verdedigers? Dat betekent dat jij een behoorlijk zware taak had vandaag. Ja, het was pittig. Ook omdat we echt veel lopende mensen hebben en nou ja, alleen maar op de aanval zijn. Dan is dat wel even zwaar, ja. Ja, de uitwedstrijd ging met 5-2 verloren. Dat betekent dat ik me echt wel voor kan stellen dat je hier vandaag met knik in de knieën staat. Ja. Maar goed, je gaat de rust in met 1-0. Wat krijg je dan in de rust te horen? Ja, op dezelfde voet verder gaan. En nou ja, net wat ik zeg, de ballen naar voren en hopen dat het goed komt. Weet je, we missen gewoon ook met de jongens van de Cocu die weg zijn. Mis je sowieso wel wat voetbal. Ja, dan moet je dan anders oplossen. Helemaal tegen hun. Nou, zelf een puikenwedstrijd verdedigd volgens mij, maar je kreeg op een gegeven moment zelfs ook kramp, hè? Was het echt zo'n sloopwedstrijd? Ja. Nou, serieus, dat is de eerste keer dat ik in mijn leven kramp heb gekregen. Maar ja, dat veld werkt dan ook niet echt mee. Maar ja, het was wel pittig, ja. Ja, voor iedereen, alle elf die erop stonden, is het gewoon hard werken. Nou goed, dus je staat dan met een biertje in de hand, dik verdiend lijkt mij. Dit is ook een mooie opsteker denk ik voor de rest van de competitie, want het leek alsof jullie er heel slecht voor stonden, maar het is natuurlijk vertekend, hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, volgens mij staan we nog drie wedstrijden in te halen, dus ja, maar die moet je ook nog maar eerst zien te winnen. En ja, weet je, dit is wel even lekker voor de volgende wedstrijden. Mm-hmm. Dus ik hoop dat we dit doorpakken. Ja. Wat zijn de ambities voor dit seizoen verder? Handhaven, dat is het enige. Die na competitie ontlopen. En dan mogen we als een klein clubje als GSV daar hartstikke blij mee zijn, denk ik. En we hebben een hele leuke lichting met jonge jongens. Dus ja, dat zou mooi zijn. We hebben geen ambitie om mogen te voetballen. Nee, oké. Okay, ja, maar dan heb je iedere week zo'n sloopwedstrijd, bedoel je? Ja, zeker. Nee, ja, weet je, derde klas is gewoon even een keer uit die wedstrijden tegen Sprinkhanen en Loyal en weet ik veel. Maar ja, Loyal is vijfde klas nou. Maar weet je, die wedstrijden die hebben we al jaren gespeeld. Dus dit is wel even een keer lekker tegen tegenstanders die we normaal niet kennen. En ja, hopen dat we erin blijven. Nou ja, in ieder geval complimenten voor vandaag en geniet van de overwinning. Dankjewel, komt goed.